groeten u in die wonderbare naam van Jezus Christus. Mijn naam is Steven Rijmen. En zoals altijd vinden we het bijzonder voorrecht om weder in uw huiskamer te zijn. Ik groet u, lieve kijkers. Ik ben Alouel Robbie. Ik ben Paul Pinas. Ik ben Franklin Yabini. En het is goed om weer hier te zijn. Adokari. My best is yet to come. De Bijbel zegt het zo mooi. Het zijn de gunstbewijzen des Heren dat we niet zijn omgekomen. Het is niet wat je denkt, hoeft het te zijn. Je moet zich onderwerpen aan de baas boven alle bazen. Ten slotte te alle de problemen ba boom om met jou. Als we kijken naar de eindtijd en we stellen een tweede vraag, Jonsro, dat te maken heeft met de laatste der dagen. Wat zijn de boeken, if ons man zou onderzoek eindtijd, welke zijn de boeken die u als bijbelleraren, bijbelpredikanten, de mensen zouden aanbevelen? En we beginnen met brother Robbie, met Jim Wieswa of Tubuku, dat we komen naar professor. Maar dat hij legde het maar uit, zei de Abuku dat belangrijk. En dat ik, if one day, dan brother Paul, het ik al last. Excuseer mij om deze vraag zo te beantwoorden. Helemaal geen probleem, ik ben vrij. Dan wil ik dan kijken naar die collega's van mij. Yes. Ja. Het gaat niet zozeer om de mensen die zitten in de kerk. Of de mensen die wij leiding geven. Op de eerste plaats, wij leiders, wij zijn verantwoordelijk om onze schapen goed toe te rusten. Wij moeten eindtijd predikers zijn. Ja. En we moeten op de eerste plaats eerst weten, wat zijn de boeken die voorkomen in de Bijbel die ik moet bestuderen om mijn schapen toe te rusten. Om ze klaar te maken voor de wederkomst van Jezus Christus. Absoluut. En ik wil mijn collega's op de eerste plaats vragen om het boek Openbaring. Oké. Okay. Het boek Daniel. Mm-hmm. 2 Petrus. De tweede brief van Petrus. Mm-hmm. 1 Johannes. Man, is je niet alles aan in de lip next year, man. Oh, nee, laat het gaan. Oké, go ahead and flow. Ja, dus zal jij misschien een beetje praten over openbaring. Dus nee, openbaring, nee, gaan, Daniel. Ga je gaan. 2 Petrus, Sanatron. Openbaring, Daniel, 2 Petrus, 1 Johannes. Brieven van Johannes. Johannes praat veel over de eindtijd. En het boek Daniel heb ik al gezegd. Ja, Daniel hebt u al gezegd. Jesaja, Jeremia zijn boeken die wij kunnen raadplegen, bestuderen om... Die gaan over eindtijd. Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Waar precies van die boeken, of welke is het boek die, laten we zeggen, kan de man een Bijbel leren, maar een preekie maar lekkoen, want u hebt gesproken tot de predikanten. Maar was maar toch een beetje leren zo eten. Ik hoop dat een student, wat zou u aanbevelen, professor? Dus, zeggen in eerste instantie dat ik zou zeggen de hele Bijbel is een eindtijdboek. Dus okay, dat is dan dus weer. al de boeken. Maar als we zouden beginnen, zou ik bij Daniel beginnen. Waarom dan, Daniel? Fantastisch. Ik kom niet in de verleiding om Daniel 2 even een paar dingen erover te zeggen. Daniel 2, daar hebben we daar het beeld van Nebukadnezar, hè? Die man had gedroomd en daar had hij een groot beeld gezien. En daar zag hij dan, dat beeld had verschillende delen. Hoofd, middel, enzovoort.
En daar wordt uitgelegd dat die verschillende delen van dat beeld allemaal betrekking hebben op een bepaald rijk, een koninkrijk. We hebben de Babyloniërs gehad, we hebben het Medo-Persisch Rijk gehad, we hebben de Grieken gehad en toen zijn de Romeinen gekomen. Maar bij dat deel van de Romeinen is er nog een laatste stuk dat nog eigenlijk in vervulling zal moeten gaan. En dat komt dan waar wij het nu over hebben, in dat laatste deel van de geschiedenis, in de eindtijd. Dus eigenlijk is er een plan, je merkt dat God bezig is met de wereld en dat dingen uiteindelijk uitlopen tot de eindtijd zoals God dat bedoeld heeft. Dus Daniël is een mooie plaats om te beginnen en de andere hoofdstukken gaan dan daar nader op in. Maar er zijn ook in het Nieuwe Testament twee brieven die heel belangrijk zijn voor jonge christenen. Mm-hmm. En dat zijn 1 en 2 Thessalonicenzen. 21 Thessalonicenzen. En het mooie ervan, het zijn pastorale brieven. Oké. Okay. In 1 Thessalonicenzen... Oké. Wanneer u praat over pastorale brieven... Ja. Robbie begrijpt me zo, ja, brother Robbie, want dan maar bijbeleraar. Apostel Paul, brother Paul heeft begrepen. Maar ja. Misschien kan je de mensen even uitleggen wat een pastorale brief is. Oké. Okay. Nou, het is, ik heb dat woord pastoraal gebruikt in de zin van het is hulp aan gelovigen. Okay. Weet je, technisch, theologisch, dan noemen we een paar andere brieven pastorale brieven. Okay. Maar deze brieven zijn pastoraal in de zin van ze spelen in op problemen die gelovigen hadden. Okay. En deze gelovigen in 1 Thessalonicense hadden ze een probleem. Mm-hmm. Ze zeggen we geloven in de Heer Jezus. We hebben gehoord dat hij terugkomt en dat hij spoedig terugkomt. Maar een paar christenen zijn al overleden. Mm-hmm. En de Heer is nog niet teruggekomen. Wat gebeurt er met die christenen? Ja. Okay. En dan gaat de apostel eigenlijk en zijn team in 1 Thessalonicense 4 erop in van nee, die mensen zijn niet verloren. Jezus komt terug, die mensen gaan opstaan. En die gelovigen die gestorven zijn en die leven gaan samen de Heer tegemoet in de lucht. Toch? Mm-hmm. En dan komt de tweede brief, dan zeggen ze, ja, maar nu hebben we een ander probleem. We hebben begrepen dat wij die nu leven, we maken problemen mee. Mm-hmm. We lijden, er zijn problemen, dus men zegt ons, we leven al in de verschrikkelijke dag van de Heer. De verdrukking. Waar God zal oordelen en verdrukking. En dan komt die tweede brief om te zeggen van, lieve mensen, het is helemaal nog niet de tijd van de verdrukking. Want voordat die verdrukking gebeurt, gaan nog een aantal dingen gebeuren. Mm-hmm. Dan komt de grote afval. Dus eerder hebben de broeders gesproken over gelovigen of mensen die afvallen. Maar dat is nog niet de afval. Mm-hmm. Die afval moet nog komen. Toch? En dan krijgen we dat de mens van de zonde zich zal openbaren, de antichrist, enzovoort, enzovoort. En dan komt die grote dag des Heeren. Dus dat zijn dan ook allemaal nog onderwijs. Maar broeder, begin niet hoor. Nee, want ik begin ook Dit is de enige aflevering. Okay. We gaan nog zeker 2 of 3 afleveren. Want we willen praten over die antichrist. Nu praten we algemeen over eindtijd. Ja. Maar we willen ook hebben dat de mensen terwijl wij praten kunnen meelezen met ons. Ja. Zodat we de aflevering. Dus inderdaad, Daniël zou ik beginnen. Ik zou dan praten over de Thessalonicense. Ik zou praten over Openbaring. Is eigenlijk de boeken die de Robbie al genoemd heeft. Ja. En maar, nogmaals, de hele week. Wat even buiten kijf is, dat er zeker een opname van de gemeente, er komt zeker grote verdrukking, zeker de aanwezigheid van de antichrist, zeker een vrederijk en eeuwig oordeel en ook wat wij allemaal verwachten. We brokken naar Timonie in Wantra, want stuk voor stuk. Noem ze nog een keer, dat is Masab Sadikan verwacht in de toekomst. De opname van de gemeente. Echte gemeente. Ja. Grote verdrukking. Grote verdrukking. Antichrist zich lijfelijk als persoon zich gaat openbaren hier op aarde. Mm-hmm. Met een valse profeet. En vrederijk. Het duizendjarige rijk. Bij Jezus Trifi. Baas boven baas voor de regering. Een Jezus regering. Met Robbie alhoewel naast zich natuurlijk. Rijmen hopelijk. Toch? Ja, maar hopelijk. Abatromi verlossen nog. Ik ben zeker. Dus ben ook Rijmen zeker. Moet zeker zijn. 100%. Ja, want Pastor Pauli bent ook zeker, toch? 100%. Dan heb je ook grote witte troon. Dat is het laatste oordeel.
En ieder die daar verschijnt, sowieso je golasi. Ja. En dan heb je een grote moment wat wij allemaal verwachten. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Maar we gaan over die dingen praten. Pastor Paul, Openbaring, het boek van Openbaring. Misschien kan je iets erover zeggen, omdat hij heeft eigenlijk een paar hoofdstukken uit Openbaring al gehad. Ja. Professor heeft het meer gehad over Thessalonicense, de twee brieven, de pastorale brieven. En Amabrok en Moipjung. Maar voor de eindtijd studenten, maar zo'n stap eindtijd. Zij dat hem lezen een boek of Openbaring, kan Brok en Moipjung zo doen. Als je kijkt naar het begin voor Openbaring, en eigenlijk... Brok en Jim gewoon. Masra die Johannes. Waar Openbaring. Ja. De wet dat Abra Openbaring... Dat we taki na wan shi san gadogi libisman. Ade na inifishuna. Fusi en sabi san mupsa de tena wifesi. En in a fase disi, Johannes na a eintijd buku sai taki abra fa agrontapu okona wan kaba en precies saupsa fa masa Jesus tek abra door a dede nange opobaka en a tek abra na ina agrontapu na ina yeye atmosfeer a herstel libisma en we gono na a fase pe a ordele kon abra Satan srefi nanga de trawante fin nanga ala libisma de wansan e dinigado en de wansan e dinigado. Dus als u vanaf Openbaring krijgt en vanaf 1 zie je daar 5 tot 8 praat hij ook over de 7 zegels en hij praat verder over de 7 bazuinen. En eindfase voor die Openbaring schrijven. Dus het is gewoon een fantastisch mooi boek. Om te lezen, maar de man dat naar een moeilijk boek of lezen. Het is heel moeilijk, maar meer verstaan omdat nou een Openbaring. Ja. Maar als je verstaan een beetje naar versie, laat het zo zijn. Misdondenkatori. God is een rechtvaardige God. En onze God is een God van liefde. En vanaf het begin van Grondtapu, Sami et denkiere, dus dat is mijn filosofie. Ja, toen theoloog zag ik corrigeren. Mijn filosofie. Ja. Ik heb vanaf het begin is het fout gegaan met de mens. En het is fout gegaan met de duivel. Gado giden wan vrije wil. Libisma, Satan en de man Porasani. Maar Gado nou een rechtvaardig Gado. Wat zie ik dat door de fase die zie, brother Alwell haal hem mooi aan, ja. Een fase van gemeente. Een fase voor Israël en een fase voor Agrontapu en een fase voor die Dibri. Wat ik zie is dat God eigenlijk Gadawan Puru ala de Pori Sande in Libisma. Satan normaal herstel moro. Dus hij gaat de verdoemenis in. Ja. Maar Sande na in Libisma sang bekan. A plan voor Gado schreef hij, want Gado nou een eeuwig Gado. Ja. A plan voor Gado schreef hij dat aan het doorkruist baka a periode die zie. Want uiteindelijk gaat God zelf de Satan weer de ruimte geven om de mensen weer uit te testen. Tel ik alasanik moto uit agene voor libisma, voor sabitaki. Wie zijn de libisma? Ik ga morgen varen naar Gado.
alapori moto in umu en alobi fugado dena in umu. Miss Donjalik facilitator. Yes. Maar toch moet ik reageren, want ik denk dat ik moto in Libisch maar. Pardon? In een fase die ze. Rocco committee peu wango de openbare na ala de specifieke zani. Maar aan u alle drie wil ik nog een vraag stellen. Het is maar etak over één tijd, brother Robbie, brother Paul na brother Franklin. Maar het is maar ook toe etakje over de laatste der dagen. Hoe kan gima theologisch verschil of een simpel verschil tussen één tijd na de laatste der dagen? Brother Robbie, want ja. Idee gedocumenteerd, ja zo, je hebt me. Want if me raken in de war, toch? If me nou een man zijn onderzoeker bijbel, ik bijbelleraar, me doing, maar me na faciliteiten die de. Maar if moest je bo arki, moest je tak maar, sana een tijd, sana laatste der dagen, sana boeie bedoel. Nuku evi, nuku dan we shitak, masra Jezus schreef, bezig aan woorden die zien. Laatste der dagen. Ja. En ja, uitgangstekst voor wie bij u bent, begin aan Matthäus 24. En if we look naar in die Handelingen 2, vers 17. Mm-hmm. Handelingen 2, vers 17. Handelingen 2, vers 17. Oké. Okay. We zijn daar. Dan zien we, want als het ware gaat het om de uitstorting van de Heilige Geest. Staat van de gemeente. En in de eindtijd. In de eindtijd. Oké. Okay. Ja toch? En plotseling die mensen die daar waren, de Shabuwege voor de discipel, dan de man schrikje van me, wie zijn deze mensen? En dan wist je een reactie voor Petrus, van we zijn niet dronken. Toch dat? Petrus, ja, Lucas laat ons weten dat Petrus zegt daar, in vers 16, mm-hmm. Maar dit is het waarvan gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En die zonen en die dochters zullen profeteren, enzovoorts, enzovoorts. Als u ook kijkt in 2 Timotheus 3, ik hoef niet te lezen, maar ik geef die tekst gewoon aan. Ja. Daar praat Paulus ook over de laatste dagen. Zeg hij, zware tijden zullen komen. Als je ook leest in 1 Timotheus 4, vers 1, daar praat Paulus, dezelfde term, maar hij gebruikt een ander woord. Hij praat over de latere tijden. Mm-hmm. Als je leest in 1 Korinthe 10 vers 11. Dan praat hij over het einde der eeuwen. Mm-hmm. En Petrus die praat ook in 2 Petrus 3 vers 3. In de laatste dagen. Mm-hmm. En Johannes die komt dichterbij. Het lijkt alsof hij het heeft ingekort. Ja. Dan praat hij niet meer over de laatste dag, maar dan praat hij over de laatste uren. Bijna kan je zeggen, Johannes zegt, hey, we zijn nu in blessure tijd. Ja. Over de komst van Christus, we zijn nu in blessure tijd. Dus, conclusie, ik zie de laatste dagen vanaf de wederkomst van Christus, vanaf de uitstorting van, Pinkster, van de Heilige Geest, tot de wederkomst van Jezus Christus. Dat is dan een verschil tussen... Dus het is... Dus één tijd na Alassano Kaba en laatste der dagen zie je als meer vanaf de uitstorting van de Heilige Geest tot de... Het gaat om die dingen die tussen die periode, dus tussen
uitstorten van de Heilige, de start van de gemeente, tot de wederkomst des Heeren. Het gaat om die dingen die daar gaan gebeuren, waar wij als het ware voorzichtig moeten zijn en ons voor te bereiden, klaarmaken, omdat wij geloven dat de laatste dagen gekoppeld is aan de wederkomst van Jezus Christus. Okay. Dus we moeten voorzichtig zijn, we moeten ons klaarmaken, dat gaat het om de gemeente, dat we ons klaar moeten maken. Maar de laatste dagen zie ik als vanaf het Pinksterdag, anderen zeggen vanaf de eerste komst van Jezus tot zijn wederkomst. Oké, okay, bent u daarmee eens, professor? Of wil u iets eraan toevoegen? Ja. Of je nou eens, ik kan tak in toe. Ja, nee, ik wil iets eraan toevoegen. Ik denk dat, eerst beginnen met de uitdrukking één tijd. Ja. Het is meer een theologische term. Ja. Okay. Dus we kunnen niet een vers zeggen van, kijk, er staat hier in de één tijd zal je dit. Die uitdrukking laatste der dagen wel. Toch? Broeder Robbie heeft al Handelingen 2 gelezen, waar je dan merkt dat het dan gesproken wordt in deze laatste dagen dat de geest is uitgestort. Hij noemde al mensen die gaan terug naar de geboorte van de Heer. En dat doen ze op basis van Hebreeën 1, toch? 1 en 2, waar staat dat God vroegere tijden gesproken heeft tot ons in de profeten. Maar in deze laatste der dagen heeft hij tot ons gesproken in de Zoon. Ja. Dus dat wil zeggen vanaf de komst van Christus. Mm-hmm. We moeten het zo zien dat er zijn dagen geweest vooraf, weet je, vanaf de schepping. Ja. Maar tot de komst van Christus, zijn geboorte, is eigenlijk de laatste fase van de geschiedenis. Mm-hmm. Even voor de luisteraars en de kijkers, je praat over Hebreeën 1, vers 1. Okay. En 2, ja. Oké, okay, goed zo. Toch? En dan zien we dan de geboorte van de Heer Jezus, dat begint dan eigenlijk de laatste fase. Want dat is dan een bijzonder moment in de geschiedenis. Amen. En dan begint God dan, dat komt ook de Heilige Geest, hebben we gezien op de Pinksterdag, waar dan een nieuwe fase begint. Ja. En dan dat werkt door totdat de Heer Jezus terugkomt als de Heer der Heren en de Koning der Koningen. Dus het is de periode van de eerste komst van Christus tot de wederkomst van Christus. Dat is dan die periode. Ja. Maar natuurlijk zeggen wij als theologen dat er in die periode er fases zijn. Ja. En die laatste periode, dat noemen wij dan de eindtijd. Hè? Ja. Dat bedoelen we de wederkomst van de Heer, de opname van de gemeente enzovoorts, die dingen. Dat noemen we dan de wederkomst. Ook als Johannes praat over laatste uren. Dat bedoelt hij de tijd waarin we nu leven. Ja. Dat is hier de tijd. Hè? Dus het is inderdaad een thema. Maar moeten we dat niet challengen? Als hij praat over de laatste uren, neemt hij dan niet mee ook buiten de komst van Christus? Want dan praat hij ook over het duizendjarig rijk en zo. Als hij praat over laatste uren, dat bedoelt hij dan in deze tijd. Hè? Laten we kijken ernaar. Ja, in Johannes 2, het lijkt me goed om dat even te checken. Oh, je hebt het over Johannes de apostel, niet over de brief van openbaring van Johannes. Niet openbaring, nee, okay. Over de brief, Johannes. Ja, in Johannes. Oké, okay. Ja. Nee, maar dat is dan duidelijk. In Johannes 2:18. Want ik denk dat als ook andere collega's kijken, de man, ze voelt dat maar openbaring, ik wil tot einde. Klopt, maar hij gebruikt dus niet de uitdrukking laatste uren. Oké. Okay. Dus in Johannes 2, vers 18. In Johannes 2, misschien 18 kun je zegt. Het, misschien kun je het lezen. Kinderen, het is de laatste uren. Oké. Okay. En gelijk gij gehoord hebt dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan. Mm-hmm. En daaraan onderkennen wij dat het de laatste uren is. Ja. Met andere woorden, ook al in zijn tijd waren die mensen er. En hij zegt, die antichristen zijn de mensen die Jezus logenen. Okay. Die niet erkennen dat Jezus God en mens is. Dus de spotters zou je bijna kunnen zeggen. Het zijn de spotters, maar deze gaan verder. Weet je, sommige mensen, het is heel belangrijk om dit te benadrukken. Het logenen van Jezus hier heeft te maken dat men erkent dat hij God is, 100% God en 100% mens. Mensen kunnen zeggen, hij was een bijzondere mens. Maar daarmee logen je eigenlijk wie hij werkelijk is. Ja. Hij was een profeet, weet je. Hij was meer dan een profeet, hij was meer dan dat. Hij is 100% God en 100% mens. En Johannes is heel scherp. Hij zegt, als je dat niet erkent, dan ken je de Zoon niet. Okay. Als zeg je, ken de Vader, dan hoor je er niet bij. Hij zegt, dan waren ze bij ons, maar ze zijn weggegaan omdat ze nooit tot ons hebben gehoord. Ja. Okay. Want de basis van het geloof erkennen ze niet. Nog dit, als we denken aan de eindtijd, of laten we zeggen laatste der dagen, zie ik het als de tijd van Christus.
eigenlijk de Joden die hadden een bepaalde manier om de wereld in te delen, hè, in twee delen. Ze noemen het de tegenwoordige eeuw en de eeuw die komt. Ha'olam hazeh en ha'olam haba. Dus de komende eeuw en deze eeuw. Dus de komende eeuw, zeggen ze, is de eeuw van de Messias. En zij zeggen dat moet nog komen. Mm-hmm. Wij zeggen van nee, Messias is al gekomen. Ja. En Messias komt straks om ons te halen. En Messias gaat straks heren als de Heer der Heren. En Messias gaat straks, maar goed, dat is dan over openbaring, gaan we erover praten. Dan zal de dag van de toren van Messias gevoeld worden door deze wereld die hem verworpen heeft. Die doet alsof hij niet bestaat. Die wil leven alsof hij er niet is. En zij zullen het moeten erkennen wanneer straks over deze aarde de oordelen zullen worden, zullen uitbreken. Dankjewel. Paul. Prijs de Heer, ik denk dat het duidelijk is. Mm-hmm. Ik wil gewoon nog even tekst benadrukken. Dat is in Jesaja 2. Mm-hmm. Welke vers 1, voor de mensen die thuis zitten? Vanaf 1. Vanaf 1. En hij zegt het woord dat Jesaja, de zoon van Amos, aanschouwd heeft van Juda en Jeruzalem. En het zal geschieden in het laatste der dagen, dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heen stromen. En vele naties zullen optrekken. En zeggen, kom laten we opgaan naar de berg des Heren. Naar het huis van Jacob. Opdat hij ons leren aangaande zijn wegen. Opdat wij zijn paden bewandelen. En als je verder leest, dan zien we hier dat we praten over de laatste der dagen. Er is in de tekst die je leest, is er een kopstuk. Ja. En komende. Ja, een kopstuk over, wij praten over de eindtijd. Ja, ja, dat ja. hebben uw collega's goed uitgelegd, ja. De laatste der dagen. Ja. Maar hier praat men ook over de dag des Heren. Ja. Misschien kunt u iets erover zeggen, die dag des Heren. Over de dag des Heren. Kijk, je hebt een... De dag des Heren, zoals we dat zien, teruggaan naar een openbaringen, dan gaat het om de dag die de Heren het oordeel zal vellen over de wereld. Zo zie ik het. Ik weet niet of ik daarin een... Is dat helemaal zo? Robin? Ja, het is de oorsdeelsdag. Ik denk dat het een periode is. Ja. Dus het is, het begint met de oordelen over de wereld, maar dat zal uiteindelijk eindigen in die... In de laatste, in de dag, de laatste oordeeldag. Ja, die grote dag. We moeten afsluiten, maar u hebt mij een beetje getriggerd door in die eindtijd eigenlijk de naam van Israël te noemen. Ik wil aan alle drie vragen. De vraag stellen, is het land Israël zeker voor de christenen belangrijk als teken in de eindtijd? Ik wil u vragen om kort daarover toch iets te zeggen. Apostel Robbie, wilt u de spits afbijten? Ik praat over het land Israël. Het land Israël, het volk Israël, de Israëlieten. Het volk Israël. Is er een Bijbeltekst die zeker, ons aangeeft kijk, dat als wij u ook moeten kijken als teken naar de eindtijd? Is het belangrijk in de eindtijd voor ons als christenen? En misschien moet ik een vraag die je vaak hoort. Heeft God de Israëlieten verworpen? Gaat God nog door met de Israëlieten? Want sommige mensen begrijpen dat niet. Ik begrijp het wel, maar ik heb u hier en ik bereken eenmaal maar boodjallen. Voor de mensen is het ook belangrijk dat mensen het ook van anderen kunnen horen. Laat me het zo beantwoorden. De eerste plaats. God heeft zijn volk
oorspronkelijk volk niet aan de kant gezet, zomaar. Oké. Als we lezen in Romeinen 10, vers 16, even snel. Romeinen 10, vers 16, is de vraag. Maar niet alleen, niet allen hebben aan het evangelie gehoor gegeven. Want Jesaja zegt, Heere, wie heeft geloofd dat hij van ons hoorde? En als je leest Romeinen 11, vers 5. Ik vraag dan, zij zijn toch niet zo gestruikeld dat zij wel vallen moesten? Volstrekt niet, zegt Paulus. Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen. Om hen tot naijver te wekken. Wat wil ik hiermee zeggen? Door niet alle Israëlieten geloven in Jezus als Messias. Dus door de komst van Jezus Christus, een deel, ze hebben als het ware de Here verworpen. Heer Jezus Christus. En dat is de reden waarom ze nu, als het ware, door de Here aan een kant gezet is. En dat is heel... Is dat niet sterk uitgedrukt? Dat zegt Paulus sterk ook. Niet letterlijk. Oké, dus daarom stel ik die vraag toch? Niet letterlijk, maar het gaat om het ongeloof van Israël. Ze hebben de Messias, Jezus Christus, niet geaccepteerd. Hebben ze hem aan de kant gezet. En wat heeft dat dus als het ware... Je moet begrijpen, toen Jezus kwam op aarde, Johannes de Doper ook, hebben ze gesproken over het koninkrijk Gods is nabij, bekeert u. Jezus Christus zal komen, het koninkrijk is nabij, bekeert u. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben de koning, Jezus Christus van het koninkrijk, niet geaccepteerd, de Joden. En plotseling ziet u Jezus, die praat in Matthäus 16 over... Ik ga mijn gemeente bouwen. Ik ga mijn gemeente bouwen. Plotseling praat hij over de gemeente. En als je goed leest, dan gaat het nu om wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden. En Jezus heeft Petrus ook gezegd, wie zeggen de mensen dat ik ben? In hetzelfde stuk. En... Maar dat betekent toch nog niet dat God Israël aan de zij heeft. Ja? Ik denk juist dat God, Jezus gekomen is voor de Joden. En omdat ze hem niet hebben aangenomen zoals Johannes 1, heeft hij dan gezegd, oké, dan gaat het plan dan verder ook met de heiden. Met komen de heiden ook erbij. Maar als een Jood nu gelooft, maakt hij ook deel van de gemeente. Dat wil ik duidelijk maken hier. Dus daarom behandelt Paulus dat ook in Efeze. Ja. Waar hij praat van die eenheid van de gemeente waar Joden wie gelooft, een Jood die gelooft en een heiden die gelooft, beide maken deel van de gemeente. En later gaan we zien dat God, want hij heeft zijn volk niet voor eeuwig verworpen. Later in de... Ik wil het sterker zeggen, dus daarom stel ik die vraag dat deze volk nooit heeft verworpen. Nee. Want, gedeelte, dat want dat daarom gelezen. Heb ik de vraag gesteld ook. En professor kan misschien in opgaan en Paul ook. Heb ik de vraag gesteld, moet Israël misschien toch als teken dienen van de eindtijd voor de christen? Is er een bijbeltekst die dat aangeeft, dat we toch rekening moeten houden met Israël? Waarbij je ziet dat Gods plan gewoon doorgaat met Israël. Maar Paulus zegt dat er openbaring is van de gemeente die voor die niet echt bekend was. Maar dat er een geheim is die doordat Jezus is gekomen, Matthäus 16, zoals u dat zegt. Ja, nu beeldt God, dus het tijdperk van, je kan zeggen, de gemeente door de Heilige Geest. Ja. En later, toch na de opname van de gemeente, dat gaan we misschien... We gaan het sowieso behandelen. Ja, dus later na de opname van de gemeente... Komt er een grote verdeling, lezen we vooral in openbaring. Dat lezen we daarover de 144.000, die als het ware ze vertegenwoordigen de Israël.
En dan zien we dat God zijn volk weer zal herstellen. God zal bezig weer zijn met het volk Israël. Puur dus Israël. Zeker God zal weer zijn volk Israël herstellen. Oké, dus het is denk ik voorzichtig gezegd dat God zijn plan doorgaat met Israël, maar hij heeft ook de gemeente ingeënt. Nu is het de tijd van de gemeente, we leven in de tijd van de gemeente, maar waar de gemeente ervoor moet zorgen dat het koninkrijk wordt uitgebreid. Uitgebreid. Ja, van alle talen, ook. Okay. Al ben je een Jood, je geloof maakt je deel van de gemeente. Oké. Helpt u mij? Oh ja, sowieso. Weet je, als er geen eindtijdplannen zou zijn met Israël, heeft het geen zin meer om de Bijbel te lezen. Oké. Okay. Omdat er zoveel beloften zijn door God gegeven aan Israël. Dat als die niet in vervulling gaan, dat we zouden zeggen van, maar dan dat klopt dat niet. Maar het klopt wel, omdat de eerste vervullingen over profetie over de komst van Christus zijn vervullen gegaan. En we hebben ook over de tweede komst van hem, die ook in het Oude Testament gegeven zijn, die ook in vervulling moeten gaan. Eén belangrijk vers. Het is al gezegd, maar ik wil het alleen benadrukken. Israël is terzijde gezet. En je leest in Lucas 22, als de Heer daar spreekt over de laatste dagen, dat Jeruzalem vertreden zal worden door de heidenen. Dus totdat de tijd van de heidenen voltooid is. De dagen der Amorieten. De tijd van de gemeente. Wij, en wanneer die periode is vervuld, dan gaat de Heer verder met Jeruzalem. Ja. Wij hebben de Pinksterdag gekend als begin van de gemeente. Maar er komt nog een geweldige uitstorting van de Heilige Geest in de eindtijd. En dat lees ik in Zacharia 12 vers 10. Ja. Waar de Heere zegt, ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitstorten de geest der genade en der gebeden. Dus er komt een uitstorting van de geest. En wat zal er gebeuren? De bekering van Israël. Ja. Dus nu zijn ze nog verhaard, maar dat zegt hij. En dan zullen zij hem aanschouwen die zij doorstoken hebben, de Messias, Jezus Christus. Ja. En over hem een rouwklag aanheffen als de rouwklag over enig kind. Ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. Te dien dagen zal Jeruzalem de rouwklag, zal in Jeruzalem de rouwklag groot zijn. Dus hier zien we dat Israël tot bekering komt, doordat Gods geest over hen wordt uitgestort. Zij zullen berouw hebben dat ze de Messias gedood hebben. En uiteindelijk komt er een nieuw begin voor Israël. Maar het is wel opmerkelijk om te zeggen dat de gemeente wel gestart is met Joden. Maar dat is voor een andere met de Joden. Sowieso. Dus die vertegenwoordigt Israël toch in a way. Als je dat verder wil benadrukken, 2 Korinthe 3, dat is vers 14. En om snel zo, Korinthe 3. Die mensen willen meelezen. 2 Korinthe 3, vanaf 14. Oké. Okay. Daar staat maar hun gedachten werden verhard. Ja. Het verhaal van Mozes daar. Mm-hmm. Maar hun gedachten werden verhard, want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, opdat zij slechts in Christus verdwijnt. Goed dus zo. We zien hier, en oké, als je verder leest, tot heden ligt telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt een bedekking over hun hart. Maar telkens wanneer iemand zich tot de Heere bekeert, heeft wordt de bedekking weggenomen. De Heere is de geest en waar de geest is, is er vrijheid. Dus we praten in 2 delen. Persoonlijk, dat wanneer men wettisch blijft, zoals we het zien in Israël, onder de Joden die niet bekeerd zijn, dan hebben ze dan Jezus nog steeds verworpen. Ze hebben de openbaring van de Christus nog niet. Ze blijven onder de wet van Mozes. Ja. Maar dat komt te zijner tijd. En de Heer zegt van een ieder die tot één keer komt, krijgt de openbaring in Christus. Dus
dat geldt dan voor alle mensen. Dus met Lukubaka, jij praat over rechtvaardigheid. Het is belangrijk dat God heeft die lijn getrokken voor alle mensen in deze tijd. Dat alle mensen die tot de Heere komen, tot Jezus komen, de Heere Jezus aannemen, gaan dienen, dat zij de weg hebben vrijgemaakt tot God. Oké, maar jullie hebben meer de nadruk gezet op maar het gaat om het gaat om de Joden, gaat om Israël. Maar God, als ik kijk naar de Bijbel, en dat heb ik even gemist in, zien we wel dat Jezus Israël wel neemt als een teken voor de eindtijd. Want geen van u drie heeft dat eigenlijk beantwoord. Want ik dacht in Matthäus 24 zegt Jezus, let op de vijgenboom. Dus mijn vraag, dus wat u hebt uitgelegd is prachtig, mooi om mee te nemen. Maar mijn vraag eigenlijk specifiek is, moeten wij als christenen toch rekening houden en kijken naar Israël als teken van de eindtijd, de wederkomst van Jezus, de dingen die rondom ons gebeuren. Inderdaad. En ik dacht dat dat wel het geval inderdaad. Is. Oké, u bent meer gegaan op de verharding van hun hart en dat soort dingen. Maar ik dacht dat de Heer Jezus wel toch had gezegd in Matthäus 24, kijk naar de vijgenboom. Ja, dat is zo. En dat, want, laat me die vraag misschien nog specifieker stellen voordat we eindigen. Als we kijken naar 1948. Ja. Wanneer Israël een staat wordt. Inderdaad. Heeft dat te maken met de profetie van Matthäus 24, professor? Waar Jezus zegt, je moet letten op de vijgenboom. Kunnen we dat relateren met de eindtijd, 1948, als Israël een staat wordt? Als teken dat we dichterbij zijn bij de wederkomst van Christus? Dus ik zou eerder denken aan wat de Heer gezegd heeft in Ezekiel. Mm-hmm. Dat die dode beenderen tot leven gaan komen. Daar zie ik dat herstel van Israël. Okay. En we kunnen inderdaad ernaar kijken, maar we moeten niet vergeten, Israël is op dit moment nog in ongehoorzaamheid. Dus op dit moment is niet alles wat zij doen, kunnen we zeggen van, hey, dat is Gods volk, wat ze doen is goed. Ja. Wij moeten zolang ze de Messias niet hebben erkend, dan zijn ze nog steeds, weet je, in de verharding en dan gaan ze nog steeds hun weg. Maar ze blijven Gods volk. Ze blijven Gods volk, dat is sowieso. God gaat zijn weg met zijn volk, sowieso, maar ook in het Oude Testament waren ze Gods volk, maar niet alles wat ze deden was correct. Nee, maar daar gaat het niet om, maar ik wil, kan de verleiding nu weer staan. Maar daar zullen we nog op komen, zei je. Zie je, laat de nadruk op, ze zijn Gods volk. Ja. Als ze niet geloven, zijn ze niet gered, zijn ze niet behouden. Het is een hele andere discussie, maar ik denk dat het verbond met Abraham tot in eeuwigheid was dat ze altijd Gods volk blijven. Ja. Altijd. Ja. Ze zijn misschien ongehoorzaam, maar ze blijven Gods volk. Klopt, maar we moeten hen in hun ongehoorzaamheid niet volgen. Nee, want waarom ik dat zeg, gaat uw gang. Nee, waarom ik dat zeg, omdat ik hoor heel veel christenen en ik praat vandaag met mannen die het woord kennen en het onderwijzen. Dus daarom heb ik die vraag ook gesteld. Vaak met het idee lopen dat omdat de Joden toen Jezus niet hebben geaccepteerd, laat me het zo zeggen, dat ze in feite niet behoren meer tot Gods volk. Ik persoonlijk ben het niet mee eens. Nee. En ik denk dat de christenen altijd de Joden moeten blijven ondersteunen, want het heil komt uit de Joden. Dus vandaar dat ik die vraag heb gesteld. En ook ziende op het feit dat Jezus sprak over de vijgenboom. Maar u bent een beetje verder gegaan door te zeggen, denk ook aan Ezekiel. Reizenis van Israël. Behoudenis is weer iets anders. Ja, omdat het duidelijk gaat. Kijk, dat was gewoon de soevereine wil van God. Om te kiezen voor een volk die hij wilde. Oké. Belangrijk. Kijkers, we hebben gesproken vandaag over de eindtijd. En we kunnen urenlang doorgaan. Maar we komen volgende week terug.
om een beetje specifieker. Vandaag hebben we het meer over het algemene van de eindtijd gehouden. Aan het einde hebben we Israël erbij gehaald. We hebben gesproken over de eindtijd, de laatste der dagen, de tekenen van de eindtijd. Maar komend week willen we een beetje specifieker gaan praten over de boeken van Daniël en Openbaring. Zodat wij al de dingen die nu gebeuren, COVID-ziekte, kunnen bespreken. Kijk, we zijn bezig hier met het woord van God. Maar het gaat niet zozeer alleen om wij die hier zitten. Maar geloof wat wij hier zeggen. God leeft. God bestaat. En wat u ziet in de wereld is niet van ons. Er is een schepper. En hij bepaalt wat moet gebeuren in deze wereld. Ik wil u zeggen, de mens is niet geschapen zonder God. De mens is geschapen om God te dienen, om God te kennen. U als mens, kent u God? U die God kent, hoe dient u God? Laat ons serieus worden in deze dagen. Jezus Christus, kom spoedig. God zegen. Dank u wel, Robbie. Professor. Ik wil me richten tot de christenen. En dan denk ik aan 1 Thessalonicense 5. Waar de christenen dachten over de komst van de Here. En Paulus dan hen bemoedigt en zegt. Jullie zijn niet in duisternis zoals de ongelovigen. Dat die dag jullie gaat treffen als een dief in de nacht. Dus zo onverwacht. Integendeel. Wij mogen weten in 1 Thessalonicense 5 vers 9 en 10 en 11. Er staat, want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met hem zouden leven. Vermaand elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet. Dus als gelovigen mogen we de bemoediging hebben, de zekerheid hebben. Yes. Dat Gods bedoeling met zijn volk, met de gemeente, is niet dat hij ons een grote verdrukking gaat geven of gaat veroordelen. Dat is het niet. Hij zegt, wat ik voor jullie klaar heb, is zaligheid, omdat Jezus voor jullie gestorven is. Ik wil jullie daarmee bemoedigen. Laten wij ons hoop gericht houden op de Heere Jezus die terugkomt. Er is iets goeds komt voor ons. Of zoals broeder Rijmert steeds zegt bij zijn programma. The best is yet to come. Wat we nu meemaken is niks geliefde. Het beste komt nog met de Heer Jezus. Amen. Apostel Paul. Prijs de Heer. We beggen. En we brief Masra. Dat we in de laatste dagen. De tekenen zijn daar. En we geloven de Heer ook. Dat Allah de Sandisi en Chasma komt tot één keer. En u die luistert, u die kijkt, neemt u dit ter harte. Naar een pisse realiteit, zou je zien, de tekenen en sorry in een grond tapu, dat wan gado de. En we hebben ook to wan feyanti, wan dibri sai fet libisma. Ik keek naar een app vanmorgen en een broeder die ging, het was ergens in een, Europa, en een man op Aladdin camera, de helft voor AAA, appressie, een verpleeghuis, dit is maar dit. En nooit man op verwacht dat. Dus ik hoorde naar AI en ik hoorde Srefi. En Srefi is maar zijn naam. Senamang, meko arki sang lanti etaki, en meko horu srefi, zeker desma na de grensgebieden, not busan lau lau fasi, voor een moro bigi probleem koi na kondre, en if asandi si koi na kondre, dan zitten we ermee, en alasma o leider onder, you de christen of you de in a grond tapu, alasma o leider onder. Dus met u voorkom dat hij en ga de oje poenen. Prijs de Heer. Amen. Kijkers, we zijn gekomen aan het einde. We willen professor Yabini bedanken
We willen apostel Paul Pinas bedanken. We willen apostel Robbie Alhoewel ook bedanken voor hun bijdrage. We komen de volgende week terug en dan gaan wij dieper over de zaken van de eindtijd praten. En weet één ding, het beste van uw leven is nooit en te nimmer achter u. Maar het beste van uw leven is altijd voor u. Ook in deze moeilijke COVID-tijd. Jezus komt spoedig en your best is yet to come. Tot de volgende keer. Bye bye. You sabi me now a Jesus man, and me want you come verstaan that Jesus there a true da libi and a pasifu te go to. And if you want doro himal, na you mu waka doro hem, because Jesus wa wan ben pyras filled for you na me. I, Jesus, 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 go to, and if you want Doro Hema, now you waka Doro Hem, because Jesus won't be fighters go to you.